Wij hebben totaal geen affiniteit met het cricket. Als je kijkt naar inderdaad India, Sri Lanka, Pakistan, daar kijken miljarden mensen kijken de sport. Het is het derde best bekeken evenement van de wereld. Dat weten veel mensen in Nederland bijvoorbeeld niet. Je hebt de Olympische Spelen, het WK voetbal en daarna komt het WK cricket, omdat het in Azië zo'n hele grote sport is. Wij hebben een trainingskamp van 10 dagen in Dubai. En dan is onze eerste poolwedstrijd op 22 februari tegen Engeland. En dat is in midden in India, in Nagpur is dat. En het WK zelf wordt dus gespeeld in India, Bangladesh en in Sri Lanka ook. Dus in 3 landen tegelijk. Die mensen daar die vinden het allemaal alleen maar mooi, wie of wat je ook bent, als het maar met cricket te maken heeft. Als wij daar tegen een amateurploeg spelen en ze weten dat Nederland speelt, dan zitten er al snel bij een oefenwedstrijd 10, 20.000 man. En dat kennen wij helemaal niet. Dus ja, die sport leeft gewoon op een andere manier dan wij sport beleven. En dat is heel mooi om mee te maken. Het is een hele prestatie dat wij daar zijn. En ja, ondanks dat we tegen de absolute wereldtop spelen, gaan wij daar naartoe met een doel om in ieder geval echt een statement te maken en te laten zien dat wij echt goed kunnen cricketen en daar naartoe gaan om wedstrijden te winnen.